Ik ben Fayaz Jumanbax, 21 jaar oud, van Surinaamse afkomst. Ik woon sinds 3 jaar in Nederland, studeer statistiek aan de Universiteit Utrecht. En ik identificeer mezelf als moslim en ook deels als homoseksueel. Ik ben Janila, ik ben 35 jaar. Ik ben van Surinaamse Antilliaanse afkomst en ik ben transgender. Ik doe haren en alles eigenlijk wat mode en uiterlijke verzorging te maken heeft. En daarnaast doe ik ook werk bij het COC. Dat heb je Respect to Love, je hebt Trans United. En daar zet ik me in voor jongeren bijvoorbeeld die nog niet zo ver zijn eigenlijk. Die nog niet helemaal hun coming out hebben gehad. En als ze ergens begeleiding bij nodig hebben, dan helpen wij daarbij. Ik ben Jamila El Hadouchi, ik ben 38 jaar. En ik begeleid mensen naar werk, voor mijn werk. En ik ben ook actief als LHBT-activist. En ik ben de initiatiefneemster, één van de initiatiefneemsters van de Marokkaanse Poort. Ik werd dus uit de kast getrokken, dus het gebeurde onverwachts. Dat een Facebook van mij en een vriend van me, waar we aan het zoenen waren, op Facebook terechtkwam. Dus het was heel chockerend toen ik het hoorde. En ik had er heel erg moeite mee, want die tijd accepteerde ik mezelf nog niet. En toen moest ik een beetje omgaan met de reactie van de omgeving. En dat maakte het nog moeilijker voor mij. Toen ik 20 was en ik echt toegaf dat ik van mannen hield, toen was het toch wel een hele golf wat door de familie heen ging van, oh jeetje, kijk haar nou of kijk hem nou op dat moment dan. Het was niet altijd even prettig. Ik ben lesbisch. Ik vrouw dus op vrouwen. Mijn moeder die accepteert dat niet. Maar we hebben wel contact. Ze houdt wel van me en we zitten in een fase van don't ask, don't tell. Alsof je, als ik bij mijn moeder ben, het lijkt wel alsof je dan eenzaam bent. Als je het wil hebben over het thema, wat je doet in het dagelijks leven, ja, daar heb ik het niet met mijn moeder over. Dat ik de initiatiefneemster van de Marokkaanse boot ben bijvoorbeeld. Dus op een gegeven moment werden mijn wenkbrauwen dunner, mijn haar werd steeds langer en mijn lipglossje was steeds bij de hand. Mijn kleren werden steeds vrouwelijker en op een gegeven moment dan had ik van die neppe borstjes laten bestellen door mijn moeder. En toen was mijn broertje wel erg geschokt van, huh? Maar dit is toch niet normaal en waarom zeg je er niks van? Ik dacht, whatever. Maar het was toch eventjes shocking, maar naarmate de tijd verstreek, hebben ze ook gezien van, dit is geen toneelstukje, het is geen fase of zo. En ik was echt gelukkig en dat straalde ik ook wel uit. En daardoor denk ik ook dat het acceptabeler was voor hen van, oké, ze is echt gelukkig zo. Ik werd naar een psycholoog verwezen omdat mijn vader dacht dat de psycholoog me kon helpen om te genezen. Want hij ging ervan uit dat het een ziekte was of dat het voor een periode maar zo zou zijn. En met de hoop dat de psycholoog met me zou praten en dat ik zou veranderen. Het is wel heftig geweest, maar het grappige is dat het averechts heeft gewerkt. Want de psycholoog heeft me eigenlijk iets meer geholpen om mezelf te accepteren. Ze heeft me het advies gegeven om uit de kast te komen. Maar dat, dus om met mijn ouders te praten eigenlijk, want die was ik al uit de kast, bedenk me net. Maar dat kan juist niet, want in mijn cultuur kan je niet aan tafel zitten en met je ouders praten van, goh, ik ben homoseksueel en laten we kijken hoe het verder gaat. Onze cultuur werkt net wat anders. Dus dat advies die tijd, ik kan het niet uitvoeren helaas. Is het toch een vorm van onwetendheid eigenlijk? Je weet niet wat je ervan kan verwachten. Want het is niet alsof je een oom hebt die homo is of die op mannen valt. Of een tante die op vrouwen valt. Dus ze hadden er niet een concreet beeld bij van hoe dat zou zijn voor mij. Alleen maar het idee dat het eigenlijk iets heel negatiefs is. En dat ik er nooit gelukkig van zou kunnen worden. Voor mij was het moeilijkste de eenzaamheid als je in de kast zit. Dat is toch, daar wil je niet in zitten. Het is een soort van black hole waar je in zit. En niet echt jezelf kunnen zijn, niet echt geaard kunnen zijn. Altijd een masker op hebben. Dat is verschrikkelijk. Ik heb ook mijn puberteit eigenlijk als het ware een beetje gemist. Omdat ik niet echt met de meiden over het thema verliefdheid kon hebben.
En nu besef ik dat wel, ja. Dat het het gevolg is daarvan. Maar we praten er toch wel weinig over. Maar ze accepteren me wel. Mijn moeder had wel aangegeven dat ik zo'n jongen bijvoorbeeld thuis mag brengen om mee te praten. Dus dat is voor het grootste gedeelte. Maar dan mijn vader nog, hij is imam. En hij heeft er nog steeds moeite mee. Kijk, de relatie toen het toen was, is iets verbeterd. Als 4 jaar terug toen ik net uit de kast kwam. Toen ging onze relatie eigenlijk wel stuk. Nu is het weer aan het herstellen. Maar we praten gewoon helemaal niet over dit onderwerp meer. Eerst dacht ik dat dat geloof en homoseksualiteit niet met elkaar samen zouden gaan. Maar daar ben ik inmiddels op teruggekomen. Interpretatie van de moslim of de imam uit Zuid-Afrika, dat is Mohsin Hendricks, die heeft dat heel mooi uitgelegd. Dat het toch anders is, dat het anders interpreteert, dat mensen het verkeerd interpreteren, naar zijn mening. In het begin zal altijd het zwaarst zijn. En misschien moeten wij deze dingen wel meemaken om te kijken hoe als gevolgen daarmee omgaan. Of hoe erop reageren. Het maakt je ook echt wel sterker. Zeker maakt het je sterker. Dus ik wil zeggen, probeer dan. Misschien ga je in een periode komen waar je gaat experimenteren. Waar je bepaalde dingen gaat uitproberen. En dan zo op die manier ontdek je wat wel en niet bij jou past. Maar wat ik zeker met volle overtuiging kan zeggen, is dat het wel beter gaat worden zolang je jezelf accepteert. Dat is heel belangrijk. Je moet geloven in jezelf. Daar begint het, daar ligt de basis. En vanuit daar kun je groeien. Als het bespreekbaar is, dan is het niet iets wat een taboe is. Het is niet iets wat onder stoelen of banken geschoven moet worden. En dan heb je toch zoiets van, oké, het is normaal voor mij, want ik voel mij zo. Maar dat gevoel had je vroeger niet. Dus dan ga je twijfelen aan jezelf. Je gelooft niet in jezelf. En ik denk dat ik er heel wat aan had gehad als ik dat wel had. Want dan voelde je je niet zo depressief, dan was je niet zo terneergeslagen. Dan had je wel zoiets van gelijk dat je ervan uit kan gaan van oh, ik heb mijn achtergrond en ik kan de wereld aan. Dat gevoel is bij mij veel later pas gekomen, dat ik dacht van I'm gonna take over the world. Are you with me or not? Dus ja.